all the way from Assen. Zeker. Helemaal. Ik heb er nog aan gedacht om je vanochtend even op te halen. Nou, weet je, ik vond het had niet gehoeven. Ik vond het eigenlijk wel lekker even weer. Om zelf te rijden? Ja. Ik heb altijd voor mijn werk moest ik naar Zwolle vanuit Assen. Dus dat was elke dag 70 kilometer heen en weer terug. Ja. En ik vond het altijd heerlijk. Om ik even een momentje voor jezelf te hebben? Ja, dat. Ik vond het echt fijn. Dus vanmorgen dacht ik ook, oh heerlijk. Even alleen, geen kinderen in de auto, gewoon helemaal. Met als enig verschil dat het geen 70 kilometer was naar Zwolle, maar... Ja, het was iets verder inderdaad. We kunnen. Ja, Dave Drive. Heb je wel een goed gevoel nu nog? Ja, zeker. Ja, nou, ik moet je vertellen, wij hebben sinds kort zelf ook een automaat. Oké. En mijn man wilde dat heel graag, want die rijdt nog steeds elke dag naar Zwolle. Ja. Dus toen ging het eigenlijk vanaf de eerste keer heel goed, tot gisteren. En ik wil een parkeerplaats indraaien en ik denk, ik ben even terugschakelen. Dus ik stond bovenop de rem. Ah, want je wilde de koppeling indrukken. Ja, je hebt natuurlijk geen koppeling. Nou ja, als dat het ergens is wat je gebeurt, dan valt het nog mee natuurlijk. Dus dit is niks, joh. Nee, precies. Nee. We gaan een mooi ritje maken. Ik ga jou de omgeving laten zien. Ja, heel leuk. Welkom op het Takenhofplein, oftewel het Bovemaplein, zoals je ziet. Ja, want het is bij de kant op Bovema. En dan links daar ook nog. Inderdaad. Ja, dus, als je hier s'avonds langskomt, dan zie je de ledlampen over de daken over gaan. Allemaal. Schitterend, schitterend is het. Ik moet dus ook een keer in de avond terugkomen, begrijp ik. Je bent van harte welkom. Ja, je bent van harte welkom. Sitske Geerts. Ja. Van Autotrust ben jij? Yes. Wat ben je bij Autotrust eigenlijk? Office manager. Ja, dat betekent kantoorbeheerder. Ja, het is, ik vind het heel lastig om te zeggen wat het is. En ik zeg wel eens heel gechargeerd van, ik ben eigenlijk een soort conciërge. Maar dat is misschien ook niet helemaal wat het is, want het is echt wel wat meer dan dat. Ja. Maar inderdaad, ik hou me veel bezig met het dagelijkse draaiende houden eigenlijk een beetje van het kantoor. En wat betekent dat dan, draaiende houden van het kantoor? Dat is zorgen dat iedereen zijn werk kan doen. Dus dat alles er is wat men nodig heeft om te werken. Zoals wat? Wat hebben mensen nodig om te werken? De koffie. Ja, goed. Daar ben jij van. Daarover gesproken, ja, koffie. Maar ik had hem al gezien. Ja, hey. Maar ook een stukje HR. We hebben nu natuurlijk een tijdje geleden gestart met die nieuwe ontwikkelmethodiek. Ja. Nou, dat is waar ik me mee bezig hou. Dus dan kan ik collega's die willen sparren of wat hulp nodig hebben met een pop bijvoorbeeld. Die help ik dan op weg. Wauw, hey, maar dat klinkt als super praktisch aan de ene kant. Ja. Ervoor zorg je dat de koffiebonen zijn en dat de automaten doen. Het kopieerapparaat gevuld is met inkt. Maar tegelijkertijd dus ook een beetje strategisch en meedenkend over waar gaan we heen als Autotrust. Nou, dat is... Ik doe inderdaad wel ook het MT ondersteunen. Een stukje agendabeheer van Frauke, want die krijgt het natuurlijk ook steeds drukker met meer afspraken. Frauke is de directeur van Autotrust. Yes, dat is onze directeur. Dus die help ik met een stukje agendabeheer. Ik plan afspraken in voor haar, ik plan de MT afspraken in, beheer de agenda. Dus het is eigenlijk heel breed. Ja, de conciërge, ik in manus van alles vind ik dan wat liever voor mezelf. Ja, de conciërge klinkt misschien inderdaad niet heel aardig. Maar ik heb, volgens mij stond zelfs in de vacature tekst waar ik toen op geschreven heb, spin in het web. Daar. Oh, mooi. Ja. Nou, ik denk dat je die moet gebruiken. Ik denk dat we die moeten gebruiken, ja. Want je zit er nog niet enorm lang volgens mij. Je zit volgens mij vanaf begin dit jaar, klopt het? Volgens mij was de eerste werkdag 23 januari uit mijn hoofd. Hier. En wat kun je nog herinneren van die eerste werkdag? Jij kwam daar binnen. Ik kwam daar binnen, ja. En ik had ontzettend veel zin erin. Want het was echt een functie die is mij op het lijf geschreven. Ja. Want ik hou echt van dingetjes regelen en doen en organiseren en plannen. En ik hou ontzettend van structuur. Dus dat kon ik echt daar doen. Dus ik had er heel veel zin in. Maar natuurlijk vond ik het ook spannend. Want ja, het is een nieuw allemaal weer. En allemaal nieuwe mensen. En ik kende trouwens wel een aantal mensen. Want ik heb voordat ik bij Autotrust kwam gewerkt bij een klant van Autotrust. Oh ja? Dus die jongens van Claims kende ik van naam sowieso wel. Geinig. En volgens mij ben ik er twee keer geweest ook. Vanuit de naam van die klant dan. Maar een klant van Autotrust, yes. Hè? Want we moeten nou even uitleggen wat Autotrust eigenlijk doet. Maar Autotrust werkt voor mobiliteitsbedrijven, voor autobedrijven. Yes. Dus je werkt bij een autobedrijf. Correct, ja. Bij een autobedrijf in Stadskanaal en die verkocht heel veel tweedehands bedrijfswagens. Ah ja, ja. En ja, de garanties waren van Autotrust. Precies, want dat is even, Autotrust doet in garanties en in onderhoudsabonnementen. Ja. Wat betekent dat? Doet in? Die regelen ze voor consumenten die verkocht worden via mobiliteitsondernemers, leg ik het zo goed uit? Yes, ja. Je hebt eigenlijk garages die auto's verkopen, occasions verkopen. En daarbij kunnen ze dan inderdaad een garantie verkopen. En die lopen dan via ons. En dan is eigenlijk alles bij ons zorgende mobiliteitsbedrijf eigenlijk. Ja. Hey, Autotrust is nog niet super lang onderdeel van Bovemij. Nee, klopt. Wanneer is dat geweest?
Het is voor jouw tijd geweest, sowieso. Ja, volgens mij is het inderdaad vanaf 2021. Ja, ja, zoiets was het, hè? Ja. En toen is het tenminste begonnen. En als ik het goed heb, zijn ook zeg maar alle het HR gebeuren, dus eigenlijk de loonadministratie en al dat gebeuren sinds 1 januari dit jaar. Ja, want ik heb al mijn contract getekend, met Bovee mijn contract getekend. Ah, kijk, ja. Dus nog, eigenlijk nog niet zo'n lang onderdeel van Bovee mij. Nee. Want in Assen, hoeveel collega's hebben we daar? We hebben ook nog twee collega's die eigenlijk in dienst zijn van commercie. Ja, CMG inderdaad. Joran en Bram. Ja. En dan hebben we er nog 25. Kijk, ja. Mooi clubje. Ja. Ja. En hoe is het? Kijk, je bent natuurlijk een eigen bedrijf in Assen en jullie doen je eigen ding. Ja. Maar je bent ook onderdeel van Bovee mij. Ja. Hoe gaan die twee dingen samen? Kun je daar iets over vertellen? Nou, dat is ook wel zoeken. Kijk, ik weet eigenlijk niet beter, om het zo te zeggen, dat ik ook onder Bovee val. Maar ik weet inderdaad van collega's en MT dat het soms wel echt zoeken is van nou, wat is nu een juiste weg? Hoe kunnen we dit aanvliegen? Hoe kunnen we dat aanvliegen? Ja. Het heeft natuurlijk een heleboel voordelen dat we nu onder een grotere organisatie vallen, want je kan ook dingen samen doen. Ja. Ik was toevallig met Mark Joris bezig voor een stukje facilitair. Ja, want Joris is onze facilitair manager. Correct, ja. Ja. Het idee is natuurlijk dat we vanaf volgend jaar ook alle facilitaire zaken op één hoop hebben. Dus dat komt eigenlijk allemaal bij Bovee mij. Dus dat zijn we nu allemaal in kaart aan het brengen van nou, welke kosten zijn er eigenlijk. En, ja. Dus het heeft ook een heleboel voordelen, maar natuurlijk is het ook wel een beetje zoeken, want we zijn nog steeds Autotrust, we zijn nog steeds een eigen bedrijf. Ja. Maar toch heb je een stukje dat je een stukje verantwoording moet afleggen, je moet dingen overleggen, je moet dingen bespreken, goedkeuring vragen voor dingen. Terwijl dat vroeger niet hoeft omdat je gewoon alleen exact. Een eigen bedrijf was natuurlijk. Ja, ja, maar er zit natuurlijk ontzettend veel voordelen aan, want we kunnen elkaar ook echt versterken, dus ik denk dat het heel goed is, ja. Maar natuurlijk is het wennen. Ja, ja, snap ik. Hey, en kijk het naar jou. Ik was volgens mij in een van je eerste maanden was ik op kantoor in Assen. Ja. En toen leek het alsof je er al jaren werkte. Ja. Je begint te lachen, dus je herkent het. Ja, ik herken dat, ja. Ja, wat is dat in jou, dat je ergens binnenkomt en gelijk je durft te manifesteren? Want ik vond het heel knap. Nou, dat is niet zo dat ik dat zomaar overal durf. Oké. Okay. Want als ik kijk inderdaad naar mijn vorige werkgever, had ik dat veel minder. Dan had ik veel minder het gevoel dat ik onderdeel uitmaakte van. Dat was ook veel meer. Hier bij Autotrust is het heel erg, het zijn afdelingen, maar het is ook één bedrijf. En dat straalt ook uit, dat proef je op een of andere manier overal. Tenminste, ik heb dat zo geproefd. Ja. En dat was voor mij een reden om dan mezelf ook thuis te voelen. Ja, precies, want je durft dan ook jezelf te zijn, juist, is eigenlijk ja. Wat je zegt. Ja, ik vind het altijd zo ontzettend cliché als mensen zeggen van, nou, het voelt vanaf de eerste dag al goed. Maar het is echt zo. het is echt zo. Ja. Dus het was echt vanaf dag 1 eigenlijk dat ik dacht van, nou, het voelt alsof ik hier veel langer zit. Ja, te gek. Ja, het is echt een heel fijn bedrijf voor te werken. Wat wil je worden als je later groot bent? In de uitvaart. Echt? Ja, het is ongelooflijk. Maar dat is iets wat mij ontzettend fascineert. In de uitvaart werken. Uitvaartbegeleiding of ja, iets dergelijks? Ja, uitvaartbegeleiding, ja. Hoe kom je daar nou bij? Ja, het is natuurlijk zulk dankbaar werk. En ik vind het zo heerlijk om mensen te helpen. Mensen blij te maken. Nou is dat misschien in combinatie met de dood wellicht wat cru. Maar ook daarin kun je denk ik echt heel veel betekenen voor mensen. Het is een stukje natuurlijk organiseren. Daar ben ik echt dol op. Vind ik heel leuk om te doen. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk... en het de mens. Werken met de mens vind ik heel mooi. En dan iets betekenen nog. Voor in afscheidsperiode. Ja. Hey, maar je zou ook, als je mensen wil blij maken en op belangrijke momenten in hun leven, zou je ook kunnen kiezen om werkplanner te worden. Ja, fantastisch lijkt me dat. Ook fantastisch. Ja, ook, ja. Maar waarom kom je nou met uitvaart dan? Ja, omdat ik vind er toch iets fascinerends aan de dood. Dat klinkt misschien wel wat zwart, maar ja, ik vind het gewoon iets... Ja, er hangt iets omheen wat mij gewoon trekt. Snap je een beetje wat ik bedoel? Nou ja, het is onontkoombaar. Ja. Dus, als je weddingplanner bent, dan kan ook nog wel eens mensen uit elkaar. Dus dat is dan blijkbaar niet helemaal onontkoombaar. Nee, precies. Maar misschien zit dat er wel achter. Ja. Maar dat is ook inderdaad organiseren. Een heel belangrijk moment natuurlijk voor mensen in hun leven. Dus dat zou ook heel leuk zijn. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja.
Als ik we spreken elkaar over 20 jaar weer. En als ik dood ben, maar dan kan ik je niet meer, dan kan ik je niet meer bellen. Nee, dat doe ik niet meer. Nou, je weet niet wat we dan allemaal kunnen, maar nee, ik verwacht het niet. Ja, hartstikke goed. Wanneer ga je s'avonds met een trots gevoel naar huis? Wanneer denk je van yes, dit was echt een topdag. Blij dat ik hier dit weer heb kunnen doen. Als ik de hele dag door maar 2 keer op de klok heb gekeken. En dan ineens denk, het is al 5 uur. Ja, als je gewoon in de flow zit. Als ik in de flow zit, als de dagen voorbij vliegen, wat eigenlijk altijd gebeurt. En als er van alles te doen is. Dus het ene moment sta ik de schilder te vertellen wat de plannen zijn. En het volgende moment ben ik inderdaad bezig met HR. Weer een kwartier later sta ik de koffiebonen bij te vullen, bij wijze van. Ja. Dat vind ik heerlijk. Ja, te gek. Ja. Hey, ze zeggen wel eens dat fijn werk, dat heeft inderdaad de flow in zich. Dat je niet op je horloge te kijken. Het heeft inhoud en vrijheid. Ja. Herken je dat allemaal bij je? Ja? Vooral de vrijheid. Dat is heerlijk. Dat is ook eigenlijk vanaf dag 1 dat ze zeggen van, doe maar. Als je wat wil weten, trek aan de bel. Ja. Regel het maar. En dat vertrouwen, dat is zo'n fijn gevoel. Ja, ik vind het. Ik hou echt van een stukje waardering. Daar ga ik heel goed op. Dat is dan iets in mij dat ik daar echt van kan groeien. Zeg maar. Al is het alleen maar even dat iemand zegt van, wat fijn dat je dit even doet. Nou, daar ga ik echt goed op. Vind ik heel fijn. Maar groeien als in, daar word je groter van. Daar word je trots van. Ja, en dan denk ik van, ik ben van belang. Ja, mooi. Hey, en heb je dingen in je werk waar je van denkt, daar wil ik echt nog in leren? Ik zou me heel graag nog meer willen verdiepen in de wet en regelgeving omtrent het HR, zeg maar. Dus wat zijn de regels, wat met contracten, met uitkeringen, met ziekte, met... Dat zou ik heel interessant vinden om daar iets meer kennis van te krijgen. Dat je een soort vooruitgeschoven post voor HR wordt in Assen. Ja. En dan wellicht ook meer het menselijke gedeelte. Hè? Dus hoe voer je een gesprek? Hoe kun je echt iemand helpen om inzichten te krijgen? Wat zijn sterke kanten zijn? Wat de ontwikkelpunten zijn? Meer een beetje coachachtig. Ja, leuk. Dat lijkt me heel leuk om me daar meer in te verdiepen. Ja. Ja. Want je hebt nou, volgens mij ben je, jij zegt het al, een spin in het web. Ja. Ik weet niet, leven spinnen samen. Volgens mij ben je een solistische spin eigenlijk. Hè? Ja. Best een solistische functie. Ja. Terwijl je volgens mij, als ik je zo inschat, heel sociaal dier bent. Ja. Hoe gaan die twee dingen samen dan? Nou, eigenlijk heel goed, want ik heb wel een plek alleen. Mijn functie is wel alleen. Ja. Maar ik heb natuurlijk elke dag wel mensen om me heen met wie je kan overleggen, met wie je kan sparren, met wie ik kan doen. Zowel in Assen als in Nijmegen. Ja. Dus ik zit, mijn functie is wel alleen, maar ik heb niet het gevoel dat ik het alleen doe. Nee. Precies. Wat zijn je hobby's? Tuinieren. Oh ja? Ja, we hebben vorig jaar, we hebben nu net een jaar geleden de sleutel gekregen. Van een woning in Assen. Met een grote tuin erbij. Ja, met een grote tuin erbij. En de tuin zijn wij net dit voorjaar eigenlijk mee begonnen. Eerst binnen alles gedaan en toen de tuin. En dat is zo leuk om van... niets iets te maken. Ja. En het dan nu, we zijn ontzettend veel mee bezig. Dat is wel een mooie. Waar gaan we nou heen, jongens? We gaan een mooi zandpaadje in. Oh, leuk. Paarden. Paarden, jongens. Maar dat is ook wel een leuke parallel met je werk, kan ik me zo voorstellen. Dat je van niets iets maakt. Ja. Je maakt er wat van. Ja, maakt er wat van, inderdaad. En ik vind het ook heel therapeutisch. Gewoon met je handen in de zwarte grond, een beetje onkruid. Ja, ik vind dat heerlijk. Waar zijn we nou toen allemaal? Ja, zijn we verdwaald, Joris, of hoort dit bij de route? Dit, leuk, hoor. Ja, we gaan samen vooruit, ziet je, zeg maar. Ja, klopt. We gaan nog steeds vooruit. Het gaat er eigenlijk om dat we er komen uiteindelijk. Ja, dat is het. Het maakt niet eens zozeer uit hoe, als we er maar... Precies. En wat voor muziek hou je van? Ja, ik heb een ontzettende brede muziekinteresse. Dat gaat van Johnny Cash tot... Dolly Parton vind ik leuk, maar ook Coldplay, Mumford & Sons, ik vind heel veel leuk. Ja, ook oude muziek, ja. Zullen we even luisteren naar Coldplay? Ja, ik heb mijn lievelings doorgegeven. Kijk. En
zijn dit nummer? Wat wil je nou op doorgeven? Is dat een speciaal nummer? Of? Nou, wel een beetje. Wij gingen voordat we, ook toen we nog niet getrouwd waren en voordat de kinderen er waren, gingen wij heel vaak fietsen op vakantie. Dus gingen we naar Frankrijk, naar Annecy, of die, of Gap, of die hoek. En dan kamperen, racefietsen mee. En we hadden eigenlijk elk jaar wel een liedje wat een beetje aan die vakantie refereerde. Dit was, is een van de liedjes, Army of One van Coldplay. En als ik dat dan aan heb, dan zie ik onszelf weer in de auto zitten daar op vakantie. Dus ik heb er echt een vakantieherinnering aan. Oh, met Niek, ja. Oh, daar is die! Die gevulde koek. Yes. Ja, eigenlijk, ik had je maar aan het begin willen geven. En dan dacht ik, zit je altijd met een volle mond te praten. Maar, ja, dat is niks waard. Dat is precies, maar als je dadelijk je terugrit naar Assen hebt, kan je lekker kruimelen in je auto. Laten we het niet doen. Nee, niet doen. Huppa, we zijn er weer bij BoveMij. Superleuk. Hey, ik vond het leuk dat je er was. Ik vond het ook heel leuk. Ja, goede reis terug naar Assen. Dankjewel. Ik kom snel een keer langs.